Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto weinig wolken boven ons land te bekennen, alleen boven Limburg wat hoge sluierwolking. Maar vanochtend ziet het er prachtig uit met volop zonneschijn en een temperatuur die geleidelijk aan gaat oplopen naar 15 graden aan het einde van de ochtend. De wind trekt aan en draait naar het noordwesten. Er komt windkracht 3 boven land te staan en windkracht 4 tot 5 aan zee. En vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 17 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Vanavond blijft de wind vanuit het noordwesten waaien. De temperatuur daalt geleidelijk aan naar 12 tot 16 graden en het is vrij helder. En morgen dan zien we wat meer wolken in het binnenland. Er ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog. De temperatuur blijft wat achter, want de wind draait naar het noorden. Het wordt 16 tot 18 graden. En dan hebben we dinsdag een dag met nog lagere temperaturen voor de tijd van het jaar, 14 tot 17 graden. We zien nog wat meer wolkenvelden, de zon gaat vaker schuil. Maar woensdag en donderdag, dan komt de zon weer tevoorschijn, gaat de temperatuur omhoog, maar donderdag is de kans op een bui groter. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.